At first, I came here in 2011. By that time, I came as a student. I was schooling in Arua. That's where I started my education. I started from primary 6 until I completed my O-level. I completed my O-level school, senior 4, in 2015. Then a war arises in South Sudan, crisis. So my dad was unable to pay my school fees. He was unable to pay my school fees, so he told me to join my sisters and my mother, my mom. They're here in camp, so I joined them. Ik heb de indruk als ik hier ben dat BTC wel heel knap werk doet. En dat het super belangrijk is om die vluchtelingen op te vangen. Dat is, die mensen hebben daar zelf ook niet voor gekozen of die zouden niet op de vlucht slagen als het niet zou moeten. Dat is een basisprincipe, denk ik gewoon. Ik vind dat straf dat die mensen hier op die manier onthaald worden. Zeker in digitale, dat is waanzin eigenlijk. Zoals u weet, hier in Oeganda zijn er heel veel vluchtelingen binnengekomen vanuit Zuid-Soedan, die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden het land hebben moeten verlaten. En tegen hun wil uiteraard, want daar is hun huis, maar ze hadden geen keuze en zijn naar hier moeten komen. En men weet ook niet hoe lang dat ze hier zullen blijven, omdat de toestand in Zuid-Soedan op dit ogenblik zeer onstabiel is. Dus de kans bestaat dat ze hier voor een langere termijn zullen blijven. Om eigenlijk ze thuis te laten voelen, is de beste manier eigenlijk om ze op een waardige manier te ontvangen. En dat is eigenlijk wat de Oegandese autoriteiten in samenwerking met de VN-organisaties UNHCR, WFP en ook uiteraard de donor of de partnerlanden proberen te doen. En eigenlijk tot op heden denk ik dat ze toch wel kunnen beschouwd worden als een voorbeeld eigenlijk voor andere landen. The idea of bringing more vocational schools is a good idea to accommodate some of the people who are not in the school currently. They'll be able to get those skills and help themselves in future. Ik vind dat wel knap aan de manier waarop dat jullie hier werken, van de mensen een beetje in hun waardigheid te laten en die te boosten. Dat ze niet zomaar gewoon, boom, nu zijn ze vluchtelingen en dat is het. Nee, gewoon van die mensen iets proberen bij te leren, dat die ook gewoon productief kunnen zijn, dat die dingen kunnen maken, dat leven verder gaat en dat die zich hier ontwikkelen in de plaats van gewoon hun land uit te moeten en af te wachten tot als er niemand weer over opgeschoten wordt. Dus dat is mooi van zo'n donkere periode in hun leven of een moeilijke periode in hun leven, van daar iets bruikbaars mee te doen en die mensen op te leiden tot mensen die kunnen meedraaien, die zelf iets kunnen opbouwen. Dat is tegenovergestelde van waar dat ze vandaan komen eigenlijk.